sta hier bij het Molen Duinbad en Norg, binnenzwembad waar wij als Van Dorp al jaren het onderhoud doen. En wij kort geleden ook installatie voor verduurzaming hebben mogen maken. Het is natuurlijk belangrijk voor zwembaden om zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Aan de ene kant een hele grote kostenpost, maar het is natuurlijk voor de verduurzaming ook beter voor het milieu om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Wat we graag willen is een gasloos zwembad. Daar hebben wij als Van Dorp in meegedacht. Er zijn ook een aantal scenario's uitgewerkt. De installatie bestond uit de traditionele gasketels. Wat we hier gedaan hebben is het plaatsen van een tweetal warmte. Pompen die warmte halen uit de afgeblazen ventilatielucht. Wat normaal gesproken naar buiten geblazen wordt, daar wordt nog energie uit gehaald en dat wordt als bron gebruikt voor de warmtepomp. En daarmee kunnen we zo'n 50-60% van het gas besparen. En dan zie je dus dat bij één deel energie die die warmtepomp gebruikt, gemiddeld ongeveer 4 delen energie weer afgegeven wordt aan de zwembad. En dit is eigenlijk stap 2 in onze verduurzaming. De laatste fase van de verduurzaming om gasloos te worden, dat moet dan nog gebeuren. En dat gaan we over 2 tot 3 jaar gaan we dat uitvoeren. Voor beheerders van zwembaden zijn we eigenlijk een partij die voor alles wat er aan techniek in een gebouw zit, door ons onderhouden, zo nodig gerepareerd of vervangen kan worden. En dus ook de energievraagstukken die steeds actueler worden binnen de zwembadwereld. Van Dorp is al een aantal jaren onze huisinstallateur en het is gewoon een partij waar we heel fijn mee samenwerken. Vandaar dat we hebben gekozen echt om het met Van Dorp uit te voeren. Ja, ik ben ontzettend trots dat wij als Van Dorp hier samen met Molen Duinbad deze installatie hebben mogen realiseren. Ik zou eigenlijk een oproep willen doen aan alle zwembaden in Nederland, met name de binnenbaden, om eens met ons in gesprek te komen om samen na te denken wat bij uw zwembad mogelijk is. Om net als hier in het Molen Duinbad de energie die je eigenlijk zomaar verloren laat gaan, toch wat nuttiger her te gebruiken om uw zwembad weer mee te verwarmen. Je zult zien dat dat best een forse besparing op het energieverbruik en uiteraard ook een CO2-uitstoot kan opleveren.